Dag Bart, je bent van firma Utsukushi. We staan hier op de prijsuitreiking van Vince Wellness Beauty. En jij bent de partner die ook prijzen heeft uitgereikt, hè? Dat klopt inderdaad. We hebben een leuk prijzenpakket voorzien voor zowel de tweede eredame, de eerste eredame en de winnares uiteraard. En ook voor de Miss Sympathie die vanavond wel ontbreekt, maar daar hebben we ook nog een prijzenpakket voor dat in de coulissen staat. Super, nu ben ik wel heel benieuwd naar dat prijzenpakket, hè? Absoluut, dat begrijp ik. En ik denk dat de kandidaten ook heel benieuwd waren naar wat die prijzen waren. En ik zal misschien van achter naar voor beginnen. Dus de tweede eredame die heeft eigenlijk een prijzenpakket ontvangen van producten van Utsukushi ter waarde van €500. Over welke producten spreken we dan? Dat zijn eigenlijk een mengeling van enerzijds gezichtscrèmes voor het gebruik in haar instituut, anderzijds ook medische peelings en dergelijke, zodat ze zowel in het instituut als ook verkoopsproducten heeft om in haar eigen praktijk te gebruiken, zal ik maar zeggen. En dat was de tweede eredame? Klopt. En dan hebben we de eerste eredame natuurlijk. Hè. Die heeft van ons een toestel ontvangen. Dat is onze Empitsu pen. Samen met de BB Glow Kit. En wat is dat voor iets? Dat zal ik Kathleen even laten toelichten misschien. Want dat is misschien interessant. Ja. Absoluut. BB Glow is eigenlijk een soort cocktail. Een vitaminecocktail. Gecombineerd ook met hyaluron. Dat nog altijd huidverbeterend werkt. Ja, ja. Op dehydratatie werkt. Op kleine rimpeltjes werkt. En de huid een boost geeft. En tevens eigenlijk zit er een pigment in verwerkt. Dat eigenlijk de huid gedurende een 4 tot 6 weken... een mooie gloed geeft eigenlijk, zoals dat een fondetij-effect kan teweegbrengen, maar zonder dat het dan eigenlijk een beetje een soort semi-permanent iets is, maar toch niet schadelijk is voor de huid en nog altijd de huid een éclat en een boost gaat geven. Dat hyaluronzuur, gaat dat eigenlijk nog een extra boost geven met die vitamines bij of is dat een onafhankelijke werking? Het is eigenlijk een combinatie van, dus het is eigenlijk eerst, we gaan een heel grondige voorbereiding geven op de huid, maar hyaluron gaat vooral hydraterend werken en op fijne rimpeltjes daardoor verlichtend gaan werken eigenlijk. Ja. Vitaminecocktail gaat eigenlijk een beetje de huid een boost geven en eigenlijk zorgen dat ze meer kleur krijgt. En dan de BB Glow is eigenlijk een pigmentatie dat dan zorgt dat oneffenheden geëgaliseerd worden, roodheid vermindert, pigmentatie ook minder uitgesproken aanwezig gaat zijn. Ja, super, iets voor mij, voor mijn rimpeltjes en zo. Oh, ik zie die niet, hè. Wat dat betreft, geen nood. Dus, en dan hadden we eigenlijk, last but not least, zal ik maar zeggen, onze winnares, Nina. Zij wordt ambassadrice van de sector gedurende dit jaar. En dan hebben we natuurlijk ook een speciale prijs voor haar. En dat is eigenlijk onze Empitsu Plus pen. Dat is eigenlijk het echte top model, zal ik maar zeggen, van onze microneedling. Microneedling is eigenlijk de microperforatie in de huid met bepaalde actieve stoffen, om die eigenlijk dieper te laten penetreren. En eigenlijk hyaluronzuur en zo. Onder andere, dus verschillende cocktails hebben we daarin, die dat eigenlijk voor, ik zal maar zeggen, versteviging gaan zorgen, kunnen op pigmentvlekken ook gaan werken, op een aantal verschillende huidproblematieken. Ja. En op die manier kan je daar eigenlijk een enorm goed resultaat in boeken. Is dat efficiënter dan zo'n pen? Want ik heb ook al van methoden gehoord die eigenlijk onder hoge druk hyaluronzuur in de huid brengen. Ja. Dat is eigenlijk meer de hyaluronpen specifiek dan, die dat eigenlijk daar ook gaat op werken. En ik ga misschien al kort een klein tipje van de sluier oplichten, want Utsukushi werkt ook inderdaad in die richting om misschien in de korte toekomst zoiets op de markt te brengen. Ik heb me laten vertellen dat Madonna met haar machine hyaluronzuur over... Die heeft er ik weet niet hoeveel. Kom. Dat klopt, dat is een beetje de hype natuurlijk van het moment en van de voorbije maanden ook wel. Maar het is zeker zo dat er een combinatie van verschillende factoren speelt. En het is niet enkel hyaluron dat alle rimpels of alle kleine lijntjes weg doet gaan. Maar in ieder geval, het is een sterk werkend zuur dat eigenlijk inderdaad die rimpellijnen gaat wegwerken. Ja. Absoluut. Boeiend en vooral ook actueel en hedendaags natuurlijk. Hè. Absoluut. Als we nu spreken over de waarde van die prijzen, over welke bedragen spreken we dan? Dan zitten we eigenlijk, zoals ik zei, voor de tweede eredame zitten we ongeveer rond een pakket van €500 aan producten. Plus daarbij komt er nog een fotoshoot eigenlijk met June voor onze nieuwe productenlijn. Wat toch ook
ik weet niet exact de waarde van de shoot, maar in ieder geval komt daar toch nog eens, denk ik, hetzelfde pakket bij, hè, rond de shoot. Wordt zij ook het gezicht van uw bedrijf? Ja, ze wordt eigenlijk van de nieuwe productenlijn, gaat zij het gezicht zijn. Dus voor het, niet alleen het komend jaar, maar echt op onze brochures, onze folders, gaat zij ook prijken. Dus dat is al een mooi pakket. En dan de tweede... Of de runner-up, zal ik maar zeggen, eerste eredame. Die heeft eigenlijk onze Impizu pen, wat een waarde heeft van ongeveer €2.200. Met dan nog aanvullende producten, waar dat we komen in een totaalpakket van €2.800 ongeveer, denk ik. Kijk, okay. Mm-hmm. Dus, en dan Luminaris, dat is zoals ik zei, top of the bill. Zitten we ongeveer op een pakketwaarde van €3.300. Met daarop ook nog, zij wordt ook nog het gezicht van onze nieuwe beursstand bijvoorbeeld, die opkomt voor de Esthetica beurs in oktober. En gaat daar uiteraard ook al onze media een beetje prijken. Dus van dat betreft is dat wel een mooie prijs, denk ik. Ja, absoluut. Ik zou ook direct ambassadrice willen worden. Absoluut. Ja, dat hadden we ook gehoopt, maar wel. Volgend jaar misschien. Oké, dat is prima. Dat is prima. Inschrijvingsformulieren gaan invullen voor deel te nemen aan de volgende misverkiezing 2020. Snel doen, snel doen. Absoluut. Wat spreekt u eigenlijk zo aan in een misverkiezing? Waarom die ban van uw bedrijf met een misverkiezing misschien? Wel, dat is eigenlijk bij ons gekomen. Wij waren op zoek naar een organisatie die eigenlijk, waar we ons mee konden verbinden en waar we eigenlijk ons merk breed in de markt konden bekend krijgen. Omdat we werken met huidverbeterende producten. Niet iedereen in de sector is daar uiteraard mee bezig. En dat betekent dat je een soort bandbreedte moet vinden. En aangezien de kandidaten uiteraard ook media inspanningen moeten leveren om hun social media bijvoorbeeld te pimpen met de sponsors en anderen, is dat natuurlijk al direct een mooie vitrine waar je het merk kan inbrengen. Maar aan de andere kant willen we eigenlijk ook een langdurig partnership aangaan, ook met de organisatie, om eigenlijk op die manier ook echt een samenwerking op lange termijn te zien. En dat mensen, als ze denken aan de misverkiezing, Miss Wellness Beauty, dat ze ook denken, oké, Utsukushi zit daarbij als zijnde een van de hoofdsponsors. En Utsukushi, zij zijn de mensen achter de structurele huidverbetering. Het is een manier om de markt te benaderen. Absoluut, absoluut. En wij zijn ervan overtuigd dat dit soort van initiatieven meer brengt, of meer publiciteit ook brengt dan bijvoorbeeld de gedrukte media, waar dat we vroeger ook in adverteerden, maar wij willen eigenlijk iets meer interactief. En dan is deze formule eigenlijk voor ons meest geschikt eigenlijk. Ja, en gelijk zit u natuurlijk ook op social media natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En dat is vandaag de dag bijna het belangrijkste in dit landschap, zou ik maar zeggen. De producten bekend krijgen is social media actief zijn. En dan zijn deze oefeningen natuurlijk interessant. Aan de andere kant is het ook zo dat de kandidaten ieder op zich hun meerwaarde hebben. Het zijn allemaal mensen die in de sector zitten. Dus we hebben ook al een aantal van de kandidaten die ook uiteraard klant bij ons geworden zijn. Wat een mooi meegenomen is natuurlijk. Hè. Daar ga ik ook niet onder stoelen of banken steken. Aan de andere kant is het ook niet de echte bedoeling. De bedoeling is echt om het merk meer bekend te krijgen in de markt. Eigenlijk. Dus absoluut. Ja. Okay. Fijn. Bedankt voor het fijne gesprek. En ik hoop u nog volgende keer terug te zien. Hè. Zeker en vast. Veel plezier. Dank je wel. Bedankt. Dank je wel. Dank je wel.